Dit is wat je ziet in de eerste aflevering van Roadtrip Mallorca. Het is te ziek, gewoon een eigen grot ontdekt. Maak hem niet helemaal op slot, hè? Mijn naam is Govert, 18 jaar oud en ik wil alles een keer gedaan hebben. Overnacht in een trein, een verlaten grot bezoeken, een week overleven zonder geld, alles. Elke woensdag en zondag om 5 uur neem ik jullie mee in een nieuw avontuur. In Roadtrip Mallorca ga ik 4 dagen lang op avontuur uit op een Spaanse eiland. We gaan 's nachts de bergen in, we bezoeken een dodenvallei, gaan klifduiken en we gaan in de natuur op zoek naar geheime grotten, verlaten locaties en nog veel meer. Samen met 2 vrienden van mij ga ik proberen in 4 dagen tijd zoveel mogelijk avonturen te beleven. In de eerste aflevering van Roadtrip Mallorca kon je zien hoe we ons versliepen. Nog net ons vliegtuig haalden, de bergen inreden en hoe we een vallei inklommen en daar allerlei skeletten vonden. Maar nu was het tijd om naar ons appartement te gaan. Oké, kom maar mee. We zitten hier in ons eigen appartement. Right. Ja? Dat wilden we even checken. We hadden eerst naar de supermarkt, maar toen dachten we kijken als er nou geen pannen zijn. Hier kunnen we gewoon goede pasta inkopen. De volgende ochtend werd ik wakker in de woonkamer. En ik dacht, het is misschien wel leuk om Tim en Devin op een speciale manier wakker te maken. Oh kut, ik wou een glas water in jullie gezicht. Na mijn mislukte prank gingen we lekker ontbijten. We bakten een eitje en daarna sprong ik ook nog even in het zwembad om goed wakker te worden. En toen ik terugkwam moesten de jongens natuurlijk nog wraak nemen van wat ik in de ochtend probeerde. Ik kon het wachten. Zo, dit was wel lekker hoor. Het was eerst fucking koud, tweede keer viel het op zich al mee. Nice. Dat is echt lekker gevoel. Ja, het is echt super lekker weer. Dus de uitstap was echt sick. In één keer ben je gewoon weer warm daarna. Ja. Doen jullie even de afwas, ga ik even lekker douchen. Kijk, in mijn handige pakketjes heb ik allemaal shit verstopt. Kijk, sokken, onderbroek. Geweldig. Pakketjes waar je zitten hebt verstopt, ja. Verkoop je het ook. Ja, 50 euro. Ik zou zeggen, proberen daar naartoe te komen. We zien ook grotten en kliffen. En dat is echt precies wat we willen. Ja toch? Maar we zijn nu op de berg aan het klimmen. En we zijn onderweg naar... naar de kloven daar, naar een privéstrand daar. En dan gaan we gewoon in grotten klimmen en shit. Wordt fucking lang. En daar gingen we, langs het water op de rots te beklimmen. Om uiteindelijk in het midden van de rots de grot te bereiken. We hebben gisteren enorm veel geklommen op al die bergen en zo. Dus onze spieren, tenminste ik voel mijn eigen spieren wel echt nog heel erg. En ik heb ook een zieke blaar nog op mijn rechtervoet. Maar nee, dat maakt niet uit, gewoon even er doorheen lopen. Dan voel je dan een tijdje de pijn niet meer. We zijn hier maar een weekje, dus het zou zonde zijn om nu een hele dag te gaan rusten. Want elke dag, alles uit de dag halen wat kan. That's the spirit. Alright, we zijn er bijna. Oké, we zijn bijna bij de grot aangekomen. Super ziek, we lopen nu echt langs kliffen die best wel diep zijn. Misschien dat we hier straks ook gewoon vanaf kunnen springen. Dat lijkt me ook wel heel sick. Hier zijn we die grotten. Holy shit. Te erg. Kijk dan! Hé, maar heeft iemand een zaklamp weer? Ja, man, ik heb een zaklamp. Holy fuck! Niet, jongens! Nee! Ik kan allemaal hier nog glieven! Nee! Nee! Wow, jongens! Dit is echt ziek! Ik heb een zaklamp gepakt, maar er zit hier overal gewoon hieroglyphen in de muur. Dit is niet meer normaal. We hebben gewoon onze eigen grot ontdekt, gast. Ja, hoe ziek? Op een Spaans eiland in de kliffen. Holy shit. We hadden de opening in de rots gevonden. En ineens stond je daar dan midden in een immens grote grot. Een duistere sfeer nam direct het vrolijke vakantiegevoel weg die we op het strand wel voelden. Een donkere en totaal andere wereld. Met herinneringen en duisternis. Het is te ziek. Gewoon een eigen grot ontdekt. Wow. Kijk dan joh. Om midden in de bergen.
Maar we zijn laten verstoppen voor dit. Nee, ik wist dat jullie aan het verstoppen waren. Ja. Dus ik was gewoon rustig daar naar buiten gaan, een beetje genieten van het uitzicht. En toen dacht ik, nou, ik ga maar eens kijken waar ze zijn. Oh, walgelijk. Oké, als grap is mislukt. Maak hem niet helemaal op slot, hè? Dit was al best wel heel erg groot, maar wie weet kunnen we daar nog gekke gangen vinden of zo. Oké, okay, let's go. Fucking ziek, gewoon god ontdekt op het Spaans eiland hier. Echt nergens op. Dit slaat inderdaad echt nergens op, nee. En check al hier ook al die dingen in de muren, hè? Waar staat het allemaal voor? Ja, ik denk best wel dat het heel erg oud kan zijn. Ja, dat denk ik ook wel. Je ziet ook echt gewoon al die gezichten inderdaad, wat je zegt. Bloemetjes. Gewoon wat inderdaad, wat je zei, hiërogliefen. Gewoon vroeger van die bepaalde tekenen die dan stonden voor uitdrukkingen of bepaalde emoties of weet je, al die dingen. Ik denk het wel, want het lijkt een soort van maantje daar, een zonnetje, een maantje. Ik denk wel dat het gelovige mensen zijn geweest, weet je wel, die een beetje bijkomen. Ja, wat is er? Holy shit, gast, het is hier super donker. Ik zie echt helemaal geen hol hier. Oh. Hey, hier, geef je dan. Gast, check dit. Kom eens. Draai camera. Ah, wat is dit? Nasty. Heeft iemand gepoept? Hier is gewoon gekaki, man. Ah, gast. Dus we zijn niet de enige, niet de eerste die hier komen. Bro, wat was dat? Tim! Wat jij dat? Klootzak! Oké, sick. Ja? Hey, het is hier wel een beetje heet, man. Laten we de god gewoon weer uitgaan. Het was best wel groot, best wel sick ook. Gewoon die oude gevangenisdeur en zo, ik weet niet wat het was. Maar ook gewoon al die oude hieroglyphen en die tekens. Ja, heel vet. Moet echt heel oud zijn. Ja, ik weet niet wat dit was. Misschien een bunker inderdaad, wat jullie ook al zeiden. Wat deels een gevangenis was. Dat hier misschien vroeger gewoon mensen opsloten en zo. En zo. Dus laten we even lekker gewoon een duik in het water nemen. Om even af te koelen. En ik zie Tim hier al iets oppakken om volgens mij ons weer te laten schrikken. Klootzak. Waar gaan jullie daar? Echt fucking aan. Gaan jullie die kant op? Ja, ik denk daar zo tussen. Okay, ik kijk nog 1 seconde die kant op, even. Check maar even. Dan gaan wij op die kant. Ja, tuurlijk. Bro, ga alvast, ik kom eraan. De jongens gaan alvast van de klif afspringen, maar ik zag alweer een stukje verder dat je nog een klein stukje grot had. En ik dacht van, ik ga hier niet weg zonder gewoon alles gezien te hebben en alles explored te hebben. Kijk. Dus ik klim daar even heen over deze rotsen en dan hoop ik ook dat het lukt. Om bij het andere deel van de grot aan te komen moest ik dus over een aantal rotsen heen klimmen. Ik vertelde net dat ik over allemaal rotsen moest heen klimmen. En nu besef ik pas dat al die stenen die hier liggen, die rotsen, dat het gewoon afgebrokkelde, ingestorte stukken zijn van deze hele fucking grot. En ik zie ook allemaal spleten gewoon hierboven. Dus nou, even snel en dan weer eruit. Holy shit. Oké, ik ben er. Het is wel jammer, want dit is ook gewoon maar de enige kamer. Dit is gewoon één kamer. En ik zie hier dat mensen hier fikkie hebben gestoken. Maar voor de rest is het helemaal niks. Er staan nog wat tekst hier op de muur, maar dat is het. Van binnen ziet het wel echt ziek uit. Want dan zie je dus gewoon al die rotsen hier bij de voorkant. Ik sta nu op een steen te wankelen boven deze afgrond. Yo! Maar ik hoor de Stefan en Tim uit een gat hier roepen. Volgens mij moet ik richting die kant. Het is wel een beetje gevaarlijk, want ik moet nu hier overheen springen. Maar als ik een inval, gelijk in één keer volgens mij heel diep. Of tenminste, ik weet niet hoe diep het is, maar ik denk wel heel diep, want ik kan het dus niet zien. Kijk, ik sta hier. Daar is het echt immens diep. En ik moet nu vanaf hier daarheen. En dan moet ik hier ingaan. Oké. Dat was crazy, man. Shit. Ik sprong nu vanaf hierheen. Maar als ik daar tussen was gevallen, nou, dan ben je gewoon dood. Maar ik moet nu door dit gaatje. En daar zit de Devin en Tim. Yo. Yo. What up? Fucking sick dit. Dit is echt explore to the max. Kun je hierin? Ja, hier moet je in. Maar dan glijd je toch gewoon eraf? Nee.
het leuke is, dit is ook gewoon allemaal zacht zand, zeg maar, wat aan elkaar zit. Ja. Dus als je ergens op trapt wat net los zit, dan donder je het ravijn in. Welkom. Heel nice. What up? Wow, dat is een eigen crib. Oh shit. Ja man. Fucking sick. Hier komt niemand. Nee. Want je moet door dit enorm zieke hol. Niemand gaat dit doen. En met nog een aantal sprongen vanuit onze privéspot was dit avontuur weer klaar. In de komende video's gaan we op zoek naar verlaten locaties op dit eiland. Wil je dat nou niet missen, zorg dan dat je geabonneerd bent op VLTAX en dat je deze video een like omhoog hebt gegeven. Laat ook even een leuke reactie achter en tot het volgende avontuur. Vond jij deze video leuk? Druk dan zeker even op de blauwe duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. Tot de volgende video.